Worst boyfriend ever. Als hij misschien iets kleiner was geweest, was ik misschien iets minder boos geweest. Dat je die vriendin dat aandoet, dat kan echt niet. Lang hem maar af. Fuck is dat? Is dat nou echt zo'n... Dat is een stofzuiger. Ja, wat is het? Een luiaard. Luiaard. Heeft hem wel heel goed gevonden. Luie Jordi. Nou ja, ja, ik ben nog steeds lui. Ja, ik probeer het wel minder te zijn, maar soms dan kijk ik naar mijn benen en denk oh ja, Peter mijn best doet. Ja, daarom een luiaard. In een schoonmaakpakje. Ja. Ja, ik zou beter mijn best doen. Hij zegt altijd dat ik te veel zeik, maar... Nou, het is best wel relaxed hoor, maar ik ben gewoon een heel laks persoon, dus ik verpest het zelf af. Als hij alles goed zou doen, heb ik niks te zeuren. Ik ben wel echt heel nerveus naar hoe ze erop gaat reageren, want ik weet echt niet hoe dat gaat uitpakken als ze dat ding op haar lichaam ziet. Heel veel sterkte. Ja, dankjewel. Ik hoop nog steeds dat er geen piemels, vagina's, diarree of kots op mijn benen staan. Ik hoop dat je de boodschap snapt. Ben je echt serieus? Ja. Ik vind het echt alles behalve grappig, Jordi. Ja, ik ben eigenlijk niet zoveel te zeggen. Zal ik vertellen waarom? Ja, ik heb er spijt van omdat hoe de tatoeage uiteindelijk is geworden. Nee, ik heb er geen spijt van dat ik wel een boodschap wil overbrengen aan de die wel binnengekomen is. Het slaat natuurlijk helemaal nergens op, dat begrijp je zelf ook wel. Dat zorg af en toe gewoon een beetje relaxed moet doen. Nee, dat vind ik echt niet normaal. Ja. Is Jordi de grens overgegaan met deze wc-pot? Ja. Dat weet je zelf ook wel. Vind je, hè? Domme vraag. Als hij misschien iets kleiner was geweest, was ik misschien iets minder boos geweest. Hoe staat het er nu voor jou, Celine? Nou, ik meen echt oprecht dat je gewoon naar je moeder kan vanavond. Ik wil gewoon echt niet naast je liggen. Ja, je kan lachen, maar ik ben echt heel serieus. Worst boyfriend ever. Dat je je vriendin dat aandoet, dat kan echt niet. Ik dacht wel dat hij me een beetje te kakken zou zetten, maar zo extreem had ik ook niet verwacht. Ja, ja, vaak als pissig op me is, dan begin ik gewoon te lachen, want dan weet ik niet zo goed wat ik moet doen. Het is in ieder geval goed bedoeld. Ja, goed bedoeld. Ja. Te van normaal, man. Dat je af en toe gewoon weer wat losser mag zijn. Ja, oké. Toen we klaar waren, was ze nog steeds boos. Toen de studio uitliepen, was ze nog steeds boos. In de auto was ze nog steeds boos. Ik hoop toch dat het nog goed komt, want vanochtend zag ik toch wel een heel gezellig stijl op de bank zitten. Nou, we denken wel een week dat ze er echt wel... Ja, flink boos op me is geweest. Dat is wel een week boos is geweest. Eerst was ik nog boos en toen liepen we naar de auto. En toen heeft hij van alles gewoon verteld waarom en zo. En toen dacht ik, ja, ik kan niet boos blijven. Hij heeft gewoon bij mij thuis in bed geslapen. De schoonfamilie was er niet blij mee. Ik heb mijn moeder gebeld. Die was wel boos. Maar ze waren niet super pissig. Sommige vriendinnen van mij vonden het niet oké. Die vonden het meer heel zielig voor mij. Maar na een tijdje konden ze er wel om lachen. Ik snapte wel dat het was op de lichaam heeft dat niet echt leuk is om mee rond te lopen als je in een bikini loopt of zo. Nog een beetje ruzie gemaakt hier en daar. En daar is het wel een stuk beter geworden. Ze vindt het oprecht zelf ook af en toe wel dat ze een zeikert is. Jordi, ik zou wel nog een keer meedoen om jou echt terug te pakken. Dat mag. Dat snap ik ook wel. Iets met een hond. Op je arm of zo. We hebben een husky thuis, maar die laat hij nooit uit. En toen zei mijn zus, je moet met het idee komen om die husky op hem te tatoeëren. Terwijl die opgesloten zit en aan het huilen is. Nou, dat zou wel echt een kutstrik zijn. Klopt. Ja, ondanks alle commotie op de set en daarnaast. En lelijke tatoeage en jij dan wel een leuke. Blijf het toch gewoon met elkaar. Lipstift. Door mijn deelname aan Just the Two of Us heb ik een pik in mijn nek gekregen. Oh, wat erg. Oh my god. Oh, er zitten ook gewoon ballen bij. Oh, echt. Ja, dat is wel dus je bij. Werk hoor ik wel de hele dag. Je lult veel uit je nek. Heb je last van een stijve nek? Dat hoor ik wel constant, maar ik doe er zelf ook wel een beetje aan mee. Vraag of ze lekker aan mijn piemel willen zitten. En zo kunnen we allemaal wel om lachen eigenlijk. Nou, heel eerlijk gezegd, ja, ik ben echt niet blij met een piemel. Dat zeg ik wel heel eerlijk. Ik maakte me eigenlijk het meest druk om de reactie van mijn vader. Maar die viel eigenlijk heel erg mee. Hij had hem gelijk de dag daarna gezien en ja, hij kon eigenlijk wel om lachen. Maar het geheel, zeg maar, vind ik wel mooi. Maar de ballen ben ik echt niet blij mee. Het is niet dat ik niet blij ben met mijn tatoeage, want ik vind de vlinder op zichzelf heel erg mooi.
Maar ik wilde niet voor het leven lang met een piemel, met twee grote balzakken, door het leven gaan. En ik wist wel dat er nog wel wat van te maken was. Zet de plannen maar af. Nee. Gast. Het... Ja, toen mijn vriendin voor het eerste keer mijn tattoo zag, vond ze het echt afschuwelijk. Oh, hé, jongen, dat ben jij. Wat ze zei, ja, daar laat je sowieso wat overheen zetten. Ik ga niet mijn hele leven tegen Jordi aankijken elke keer als je broek omlaag gaat. Heb je uitleggen over deze tatoeage? Ja, ik weet dat hij altijd zijn oksels goed scheert. Ja, en ik daaronder de week nooit, dat kan ik niet weten. Dus ik dacht, ik doe mezelf en met een knipschaar erbij. Achteraf denk ik dat ik hem nog wel veel harder had terug kunnen pakken. Achteraf denk ik van ja, als ik het niet had gedaan, dan had ik gewoon dikke spijt dat ik niet mee heb gedaan. Fuck man. Zo, halleluja. Het is gewoon voor mij belangrijk dat ik hem meer naaide dan hij mij ging naaien. En ik denk dat het zeker is gelukt in dit geval. Vind je mooi? Oh, het is fucking kut. Het is echt kut. Toen mijn vriendin de tattoo zag, zei ze gelijk, ja, dit is een oefening. Klaar, maar gelukkig maakt een grapje. Jordi had, even kijken, een week daarna had hij een operatie aan zijn been. Aan hetzelfde been waar die tattoo is gezet. Dus die dokters zouden zich wel helemaal los, helemaal gek hebben gelachen. Lekker janken, jongen. Doe eens zo, doe eens ja. Zo bewegen. Zo, misschien is dan... Ja! Doe eens zo. Achteraf heb ik nog op vies hard genaaid. Dus als ik kans krijg om nog een keer dit programma mee te kunnen doen, dan is hij voor mij gegarandeerd.